I think this is the genus Tegenaria. Bij biodiversiteit denken we al gauw aan het uitsterven van neushoorns, tijgers, panda's. Maar ook de kleine onderkruipers zijn van belang. Insecten. Niet voor iedereen de meest aaibare dieren. 4 dagen lang gaat een team van Texan Foundation op expeditie in Leidse achtertuinen. Op zaterdagochtend heeft D66-raadslid Antje Jordan de primeur. Nee, maar ik weet dat er heel veel leuke spinnen in mijn tuin zitten, want die vind ik zelf ook interessant om te bekijken. En ik ben benieuwd of ze een paar daarvan kunnen bestemmen. En wat doe je om je tuin vriendelijker te maken voor insecten, Antje? Ik heb heel veel inheemse planten die ook een beetje vanzelf zijn komen aanwaaien. Ik ruim niet te veel op. Ik laat in de winter altijd wat planten staan, waar ook in de stengels bijvoorbeeld insecten kunnen overwinteren. Met kleine ingrepen kan je veel doen. Gewoon 2-3 tegels eruit, laat je gewoon 1 plant staan, heb je een groot verschil gemaakt. Aglaya Bauma is een van de insectenkenners van Texan Foundation die in de achtertuinen vallen komt zetten om insecten te vangen. Ze bekijkt samen met Antje wat er zoal in haar tuin aanwezig is en waar de vallen het best kunnen worden ingegraven. Waar zijn jullie eigenlijk naar op zoek in deze stadsexpeditie? Ja, de kleine beestjes, de natuur waar mensen eigenlijk een beetje overheen kijken. Die gewoon vlak onder onze neus leeft. Biodiversiteit in de eigen achtertuinen, Aglaya. Moeten we niet wat verder weg? Je hoeft helemaal niet naar tropische regenwouden of spannende savannen. Nee hoor, gewoon vlak onder je neus is een enorme hoeveelheid wildernis te vinden die we helemaal niet zien. Gewoon omdat ze klein zijn, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. 75% van de hele biodiversiteit bestaat uit insecten. En dat vergeten mensen gewoon. Dus ja, juist dat hele kleine. En als je goed kijkt, dan zal je ook ontdekken dat er de meest prachtige, schattige, bizarre levensvormen tussen zitten. Hoe belangrijk is dit onderzoek naar biodiversiteit in stadstuinen? Men onderkent nu wel het belang van stadsnatuur. En dan denken mensen meestal toch aan openbaar groen, dus parkjes en zo. Maar al die achtertuintjes bij elkaar, dat zijn eigenlijk allemaal miniatuur natuurgebiedjes die samen zo'n enorme biodiversiteit moeten huisvesten. En wij zijn nu aan het onderzoeken welke soorten daar allemaal voorkomen. Niet alleen bij Antje Jordan worden er vallen geplaatst. Aan de andere kant van de wijk woont Bart Albers in een benedenwoning met tuin. En hij krijgt bezoek van onderzoeker Jeremy Miller. Miller werkt voor Naturalis en is erg geïnteresseerd in spinnen. Jeremy heeft diverse vallen geplaatst en zoekt nu verder naar spinnen die hij straks onder de microscoop gaat bekijken. Bart is er gelukkig ook niet bang voor. Wat hoop jij dat ze bij jou in de tuin gaan vinden, Bart? Ja, bijzondere soorten. Geen idee. Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat hier allemaal zit. What we caught in this backyard. We got some spiders and some beetles and some ants and some springtails. This is a philostatid. This one isn't even adult yet, so. Ja, je hebt een heel mooi beeld van de spin. Doe je iets speciaals, Bart, om je tuin insectenvriendelijk te maken? Ja, we hebben wel wat insectenhotelletjes en we proberen wel wat de bijpopulatie wat meer met bloemen en zo wel wat meer omhoog te gooien, zeg maar. Dus in zoverre dat zijn we daarmee bezig, ja. Leider van het onderzoek door Texan Foundation is bioloog Menno Schildhuizen, ook verbonden aan Naturalis. Wanneer kunnen we een persconferentie verwachten met de resultaten, Menno? Oh, persconferentie hadden we nog niet ingepland, eerlijk gezegd. Wat we wel hebben is aanstaande vrijdag dat we een soort Zoom-sessie hebben met alle deelnemers en alle experts, waarin we de leukste vondsten bespreken. Want we zijn inderdaad in een stuk of 8 verschillende tuinen in het Morsdistrict de biodiversiteit aan het inventariseren. Dan met name de kleine beestjes, insecten, spinnen, slakken, pissen, bedden, dat soort werk. En er zitten bijna altijd interessante soorten tussen. Dus ik denk dat we vrijdag wel meer weten, ja.